Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 9 vanochtend kunnen we zien dat het een beetje wisselend bewolkt is. De meeste wolken komen nu in het oosten en noorden van het land voor. En daar komt ook een enkele bui voor. Die trekt inmiddels geleidelijk aan richting het oosten ons land uit en neemt ook een betekenis af. Later op de dag kunnen er met name in de zuidelijke helft van het land weer een paar buitjes gaan ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het vanmiddag toch echt wel droog. En daarbij wordt het 20 tot 22 graden in het noorden, uiterste noorden, de Waddeneilanden misschien ietsje minder warm nog. De wind is zwak of matig en waait noordelijke richtingen. Vanavond wordt het overal droog en zijn er brede opklaringen. Zo halverwege de avond is het een graad of 18. En aan het eind van de avond, zo tegen middernacht, dan kan je waarschijnlijk heel goed de Perseiden zien aan de noordoostelijke hemel. Dat zijn de vallende sterren, de jaarlijkse meteorenzwerm die te zien is zo rond deze datum altijd. Ja, en de komende nacht kunnen er wat mistbanken ontstaan. Die lossen morgenochtend dan geleidelijk aan weer op. En dan schijnt opnieuw de zon geregeld. In de loop van de dag wordt de bewolking wel wat dikker, en met name in de noordelijke helft van het land zou dan een enkel buitje kunnen vallen. In het zuiden blijft het droog en verder wordt het warmer dan vandaag. Het wordt 22 tot 24 graden. En dat heeft allemaal te maken met de Zuidoostenwind die de warmere lucht aanvoert. De wind waait zwak of matig. En het wordt op dinsdag nog wat warmer. En dan wordt het uiteindelijk 23 tot lokaal 26 graden. En dat gebeurt al laat op de ochtend of vroeg in de middag als de zon nog even kan schijnen. In het zuidwesten is dan al meer bewolking en valt misschien zelfs al een bui. In de middag gaan er vervolgens meer buien ontstaan die van west naar oost over het land trekken. En met name in de oostelijke helft van het land... Dus in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en ook in het oosten van Brabant en Limburg. Daar kan er ook onweer bij zitten en misschien behaalt plaatselijk ook nog eens veel regen. De wind die draait geleidelijk aan naar het zuidwesten toe en wordt matig gracht 3 tot 4. Op woensdag misschien een enkel buitje, maar op de meeste plaatsen denk ik dat het toch wel droog is. Het weerbeeld is dus wat vriendelijker dan hier nog op het kaartje staat. Donderdag is de buikans wel weer groter. Op woensdag en donderdag ligt de middagtemperatuur zo rond de 22 graden en er waait een matige zuidwestenwind. En ja, zit er dan op langere termijn toch nog weer een opleving van de zomer aan te komen? Waarschijnlijk niet. We zien duidelijk de piek van de temperatuur op de dinsdag, zo rond de 25 graden, is dus een kortstondige piek. Daarna een iets lagere temperatuur rond de graad of 2 tot 23. En richting het weekeinde misschien zelfs nog wat lagere temperaturen. Het loop van volgende week misschien een klein beetje herstel. Maar echt vol op zomerweer hebben we het nog steeds niet in het vooruitzicht. Ik ben Ben Lankamp van Weerplaza.nl